De onderhandelingen hebben ondertussen een vrij absurd karakter gekregen. Het lijkt zowel alsof iedereen rond een stopcontact zit om te kijken wie er nu de stekker zal uittrekken. Ondertussen circuleren de speculerende aasgieren boven ons hoofd en morren de mensen. Ik moet eerlijk zeggen, dat is niet waarom ik aan politiek doe en dit is ook niet wat de mensen verwachten. Mensen willen antwoorden, mensen willen oplossingen en wij willen hen die geven. En Groen heeft de voorbije maanden altijd op dezelfde manier aan de onderhandelingstafel gezeten. Dat is eerlijk, constructief, zonder verborgen agenda. We hebben de symbolen en het populisme gelaten daar waar ze moeten zijn, namelijk aan de zijlijn. En we hebben gezocht naar oplossingen voor reële problemen. We hebben onze nek uitgestoken samen met Ecolo. Hebben wij zinvolle, uitgewerkte, realiseerbare voorstellen op tafel gelegd over de financieringswet, over beter bestuur in Brussel, over politieke vernieuwing, zo hard nodig in een land dat aan wantrouwen in de politiek bijna ten onder gaat. Ook over responsabilisering, over klimaatbeleid. Groen en Ecolo zijn de enige twee partijen die oplossingen hebben aangereikt die de taalgrens hebben doorbroken. Nu, de enige weg naar een akkoord is via oplossingen waar zowel Vlamingen als Franstaligen beter van worden. Johan van der Lanotte begrijpt dat. Hij doet zeer harde inspanningen om zo'n voorstel op papier te krijgen. Ik denk dat zowat alle Vlamingen, alle Walen, alle Brusselaars dat begrijpen. Het zijn blijkbaar alleen sommige andere onderhandelaars die dit niet willen inzien. En daarom durf ik hier toch enkele oproepen te doen. En ik doe een oproep aan CDH. Dat zij niet in elk voorstel het einde van België moeten zien. Dat is niet waar. En bovendien zijn sterke regio's belangrijk. Aan de PS om het theater wat te milderen. Nuchterheid is ook belangrijk om een akkoord te kunnen vinden. Aan de N-VA om de redelijkheid wat te laten zegevieren. Als wat er nu op tafel ligt in 2007 zo'n goed akkoord zou zijn, dat heeft Siegfried Bracke gezegd, dan moet er met dit materiaal nu toch ook iets mogelijk zijn. En aan CD&V om terug zelf standpunten in te nemen, om verantwoordelijkheid te nemen en om samen met ons een verregaande, maar een solidaire staatshervorming uit te werken. Het wordt hoog tijd om die virtuele onderhandelingen te stoppen, om terug eens met de zeven partijen en de zeven partijvoorzitters rond de tafel te gaan zitten, want het is bijzonder moeilijk om een akkoord te maken als je niet met elkaar spreekt. Beste vrienden, 2010... Het was een jaar waarin de symbolen het populisme hoogtij vierden, niet alleen in Vlaanderen, in de hele wereld. Groenen hebben zich overal daartegen verzet door oplossingen naar voren te schuiven, toekomstgericht. En dat hebben we dus allemaal gedaan. Femke Halsema en Jolande Sap hebben dat gedaan in Nederland. De Duitse Groenen zijn ermee bezig. Zelfs Olivier De Leuze heeft dat gedaan. Jullie en ik samen, wij hebben dat gedaan. En in 2011 gaan we dat blijven doen. Gelukkig nieuwjaar en dank u wel.